Kijk naar alle andere overige gunsten die Allah Azza wa Jalla heeft gegeven. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. Zij zeggen, die geduldigen, die de blijde tijding krijgen, zij zeggen, إنا لله. Wat betekent dat? Twee woorden. إنا لله, dat betekent, wij behoren toe aan Allah. Wij zijn eigendom van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij en ik eigendom zijn van Allah, waar maak jij druk om? Jij zelf bent bezit van Allah subhanahu wa ta'ala. En jij bevindt je in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Waar maak jij je druk om? Welke zorgen heb jij? Jij en jouw bezit is van Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw kinderen, jouw geliefden zijn eigendom van Allah subhanahu wa ta'ala. Waar maak jij druk om? Naam, je kan pijn hebben. Je kan verdriet hebben. Dat is normaal, dat is menselijk. De profeet sallallahu alaihi wasallam, die was verdrietig toen zijn zoon kwam te overlijden, Ibrahim. Zijn zoon kwam te overlijden. En dat is een stukje verdriet. Wat de gelovige treft en ook de ongelovige treft. Maar hij zei, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا مَا وَإِنَّا لَمَحْزُونُونَ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعَ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنَ Profeet zei, sallallahu alaihi wasallam, het oog traant en het hart is verdrietig. Maar wij zeggen enkel wat onze Heer tevreden stelt. En wij zijn zeer verdrietig middels jou heen gaan.